Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij, al 25 jaar trotse partner van Oranje. Staatsloterij, een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18. Plus. Tony Media. Het is 26 juni, de dag dat de roodborstjes van de daken vallen. Plaatsen de Rode Duivel zich met de borst voor de volgende. Hallo vaste abonnees en mensen die een eenmalig exemplaar gratis hebben aangeschaft. Welkom bij het EK Journaal. De podcast waarin wij, de jongens van de derde helft, tijdens Euro 2024 elke dag jullie bijpraten over de voetballer van vandaag en de dag van morgen. We doen het in duo's en vandaag, uh, ik ben deze hele week de host Gijs en vandaag word ik vergezeld door Pepijn. Hallo meneer, kunt u nog over straat? Fijn om er weer te zijn. Ja, dankjewel nou. dat je tijd maakt in je drukke schema. Ja, ja ik denk dat jij doelt op mijn weergaloze optreden gisteren in een panel uh, voor de Tweede Kamer. Maar ik, uh, ik zat bij Ermen Wennemars in een panel, uiteindelijk aan tafel. En als die eenmaal begint die te als praten... Als die vertrekt, dan hou je nu weer bij. Ja, hè, dan hou je nooit meer bij, dus ik, ik heb niks gezegd. <laughs> <laughs> Gewoon, ik moest alleen maar mooi te zijn en daar een beetje te zitten. Dus ik denk dat het nog wel gaat. Oh, oh wat goed. Maar kan je nog over straat of valt het tegen? Of mee. En, ja, nee, dat kan goed. Hier in Breda komt het allemaal wat later door, weet je wel. Over ja. een paar jaar ben ik hier groot. Ze ja, zijn we al lang gestopt. <laughs> ja. Weten jullie nog. Ja. Hartstikke goed. Maar het was, het was een goede ervaring dus voor je. Het was zeker een goede ervaring. Of een ervaring. Dat is een, heel goed. Nou ja, daar, daar worden we allemaal beter van. En wij profiteren er uiteindelijk ook weer van. Want jij hebt nu invloed in de Tweede Kamer en iedereen kent jou. Dus de volgende keer als wij iets nodig hebben, denk ik. dan... De btw, de BTW gaat binnenkort van podcast af, denk ik. Ja, of zoiets. Ja, precies. <laughs> precies. Dus de, abonneer, de abonnementen worden nog meer gratis dan dat ze nu al zijn. Dus Die krijgt het bij, je binnenkort krijg je er geld bij als je ja, ook Ja, precies. Maar abonneer toch maar nu voor de zekerheid. Hè. Dus niet, niet wachten. Dus, dus doe dat. Goed, Pepijn. Um, we gaan vandaag iets, ietsjes ietsjes anders doen. Want normaal gesproken hebben we de dagen niks verdeeld. Maar morgen is er geen voetbal. Morgen is donderdag 27 dus, juni. Ja, <laughs> pak de auto en rij gewoon 24 uur lang rondjes. Of, of doe een interrail door Nederland. Maar ga iets, iets anders doen. Waardoor je niet een soort afkiksverschijnselen krijgt. Maar... Was toch dat er tijdens de wedstrijden van Nederland dat er dan meer uh, doden vallen? Ja, Zou dat ja. ook zo zijn als er nu tijdens een EK een dag geen wedstrijd is? Ja, daar moeten dat, we de Gallensteinboom even voor invliegen. Ja, die kan het even uit gaan zoeken. Ja, dat, 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 dat gaat hij zeker, doen. zeker niet doen, maar we gaan het wel aan hem vragen. Goed, Pepijn, we gaan naar woensdag 26 juni. En voordat we naar woensdag 26 juni gaan, wil ik toch heel even altijd kort terugblikken op de dag van gisteren. Want gisteren hebben we meteen na het Nederlands elftal opgenomen, dus voor de negen uur wedstrijden. Uh, en de negen uur wedstrijden waren onder andere de Servische slagers, die spelen bloedeloos gelijk tegen de Denen. En de Engelsen speelden zo mogelijk nog bloedelozer gelijk tegen de Slovenen. Twee keer 0-0, dit houdt in dat de Engelsen de groep winnen. De Denen op basis van een gele kaart voor een technisch directeur die op de bank zat bij Slovenië. Snapt u nog? Tweede worden de Slovenen, derde, maar wel doorgaan. En um, vierde, dus de wederom teleurstellende Serviërs. Pepijn, heel even kort. Voelt de tweede plaats van de Denen logisch? Jij bedoelt logisch in de zin van dat de technisch directeur een gele kaart heeft gepakt en dat daardoor het, het fair play. Dat dus ze met het aantal kaarten de doorslag heeft gegeven. Ja, nou ja, is dat, is dat een logische maatstaf om daarmee een land te nou, Wat mij hier vooral heel erg aan over waar ik me over verbaas, is dat die technisch directeur daar op de bank zit. Want <laughs> ja. die heeft toch op het moment van spelen helemaal niks meer met die ploeg te maken. Want Nigel de, Nigel de Jong is technisch directeur bij de KNVB, toch? Geloof ik of niet? Ja, klopt. Ja. Maar die wil je ja, sowieso je... niet op de bank hebben volgens mij. Of juist wel, maar... <laughs> Nee, dan heb je elke keer dat jij onderaan eigen eigen Door, door <laughs> al, al die rode kaarten <laughs> van Nigel <laughs> de Jong op de bank. Ja, ja. Die hebben meteen rood gekregen bij <laughs> zijn wedstrijd. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij er niet op zit. Van Nigel ja. zegt van, zal ik ook op de bank komen zitten? Nee, je kan ja. het ja. beter <laughs> zien vanaf boven. Ja, ja, precies. Maar is dit... dit, dit, dit ja, je, ja, je moet ergens eindelijk. op een gegeven moment iets... Ja, dit is eerlijker dan een muntje opgooien, denk ik. toch? Ja. En. To dat verzachtte de pijn voor mij iets. Dat hierna gekeken zouden worden naar kwalificatieresultaten. En de Denen zouden ook die uh, hoger eindigen dan, dan de Slovenen. Dus goed, Engeland 1, Denemarken 2, Slovenië doors nummer 3. En de Serven naar huis. Pijn dan de dag van vandaag. Uh, we nemen weer op tussen de 6 uur en 9 uur wedstrijden in. De, de 6 uur wedstrijden... Nee, en dat is ook wel sorry. lekker, even die tussen, Want wat, wat moet je anders, weet je wel? Dan hey, maar ook nog even over spreken als ik hier met Tim <laughs> zit. Want anders hadden we helemaal <laughs> niks meer. Dus dit is uitstekend. Hey, neem ons mee naar de twee wedstrijden van zes uur. Um, ja, mijn focus lag natuurlijk vooral op België. Mede omdat uh, ik De Bruyne en Lukaku als uh, topscorers bij Moskouriti had. Wat ik overigens nooit meer ga doen. Vertrouwen in België, vertrouwen in België hebben. Um, het werd echt een, een, een bloedeloze 0-0. Of nou, bloedeloos. Ja, eigenlijk wel bloedeloos. En die Belgen zijn zo verschrikkelijk slecht. Daar loopt, een, daar loopt een linksback op het veld... dat ik denk dat er bij de, bij de amateurs vierde divisie... dat de beter die toot to of zo heet die. Dat er betere links, linksbacks rondlopen bij de amateurs uh, in, in Nederland. Maar wat ik me dus dit toernooi... Zeg maar, de, de toplanden vallen grotendeels, vallen grotendeels tegen... Dan kijk je naar Engeland, dan kijk je naar België... dan kijk je naar Nederland, um, Frankrijk in iets mindere mate... Uh, Italië vond ik voetballend, voetballend gewoon echt, uh, echt matig. En ik, ik ben me een beetje aan het focussen op de invloed van trainers. Mm. En ik heb al vorige keer gekscherend gezegd van... zou je niet een tweede trainer mee moeten nemen... die gewoon een hele andere speelstijl heeft en een, een hele super andere... Hè, de een sub bondscoach hè? Super, een super bondscoach Maar ik denk dat je... Ik begin steeds meer te denken dat je geen trainer mee moet nemen... <laughs> <laughs> nee, maar, maar serieus. Wat is de. Denk je de toegevoegde waarde. Als je het Nederlands elftal ziet spelen. Wat is de toegevoegde waarde van Koeman? Ja, dat is nu vrij. Ja, en wat is de toegevoegde, en, wa, en wat is de toegevoegde tegelijk, waarde ja. van Southgate? Ja. Ik, ik, ik heb oprecht. Ik heb echt letterlijk geen idee. Ik denk als je die spelers democratisch laat beslissen. Want grotendeels gaan dezelfde spelers spelen. Verwacht ik. Want, want bij België zou je heus wel Lukaku, de Bruine. Uh, nou ja, die staan uh, zonder twijfel erin. En die mogen dan zeg maar, langzaamaan, zeg maar, net als dat je op het schoolplein hebt, dat je je team samen ja, mag ja, gaan stellen. Een beetje, dus. beetje pispoten. Ja. Ik denk dat dat beter gaat. Want spelers voelen zich dan ook. Want niemand wordt de hand boven het hoofd gehouden. De spelers voelen zich, denk ik, ook veel meer gemotiveerd om aan hun teamgenoten te bewijzen dat het terecht is dat ze erin staan. Ja, ja. ja, 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 ik, ja misschien. Ik, de... ik denk tactisch, die jongens ...die hebben vaak met de allerbeste trainers gewerkt. Vaak nog veel betere trainers dan ze zelf bij de nationale ploeg hebben. Ik, ja. ik, ik begin steeds meer te twijfelen aan het nut van een trainer bij een nationale ploeg. Vooral ook omdat het in zo'n korte tijdspanne. Kijk, ik geloof wel dat je een hele machine... Ik zeg maar Guardiola, dat die bij Manchester City een hele machine kan, kan creëren. Maar, maar in, in nu, vanaf wanneer zijn ze bij elkaar gekomen, begin juni tot, tot nu... Dat Koeman in één keer een soort van... Die spelers met elkaar verbindt en daar een pracht, prachtig tactisch geheel van maakt... Wat die spelers zelf niet hadden kunnen bedenken. Dus ik... Na deze pot van België was voor mij de maat qua trainers een beetje vol. Want er zat gewoon wederom geen idee achter. Zoals er bij Nederland ook geen idee achter zit. En zoals er bij Engeland al helemaal geen idee achter zit. <laughs> nee, en Ze, dat, lijken, ze wordt, lijken een beetje een soort wordt, human shield, weet je wel. Dus alle kritiek richt zich namelijk, of veel van de kritiek, richt zich namelijk op de bondscoach. Als je kijkt naar Koeman, die werd uh, al ongelooflijk... Dat vind ik juist niet. Vind ik, juist niet. Nee? ik vind dat er heel erg naar spelers wordt gekeken. Maar, zeg maar er wordt naar spelers gekeken die het heel slecht doen. Terwijl ik denk, ja, die spelers die kunnen eigenlijk heel goed voetballen. Dus als het aan iets niet ligt, is het eigenlijk aan die spelers. Dus jij denkt dat de bondcoach in veel gevallen veel slechter maakt. Zeg maar, hoe slechter een speler speelt, hoe goed die, naarmate hoe goed die is, hoe meer het aan de trainer ligt. Ja, ja, ja precies. Ja, ja nee, dat snap ik. Het enige dus, is, maar maar, 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 maar rangiek was... is dan uitzondering op de regel of zo. Die, dat, die dan nodig is. Ja, maar dat, dat is dus mis, misschien dan een toernooi. Trainer. En ik denk, ja, ja. Dat het dus bij, ik denk dat het dus bij slechtere landen de trainer belangrijker is. Want die, hij, ja, is bij, okay, hij is bij United getraind en die spelers hebben niet bij United, grotendeels niet bij teams als United gespeeld. Nee. Maar bij die toplanden is het gewoon ja, omgekeerd. Dus geen trainer meer, topland, geen trainer meer, uh, meer opstaan. Okay, dus de bovenste, er doen 24 landen mee. Dus de bovenste 12 van de FIFA ranking mogen geen trainer, hoeven geen trainer mee te nemen. En, en die ik onderste... zou het vooral adviseren om, het, om, het, ja, om het niet te doen. Mag je zonder bondscoach? Ja, of moet je dan gewoon zo'n... Uh, weet je wel, iemand met een licentie naar voren schrijven... en gewoon zeggen, je gaat in een ander hotel zitten... en je doet af en toe het perspraatje. Maar verder kom je niet in de buurt van onze jongens. Nee, nou goed, interessant. Ik zou het in ieder geval een leuk experiment vinden. Maar de Belgen was hoogtepunt aan tenue, misschien wel? Ja, tenue is prachtig. Kuifje? Refer, refererend aan kuifje. Het lichtblauwe, lichtblauwe shirt, bruine broekje. Het is... Uh, het, ja, het is, het is een soort van zo kneuterig en zo... Zoiets schattigs heeft. het. Maar wat wel heel jammer is, is dat je dan er zo slecht in voetbalt. Want dit zou natuurlijk een soort van net als het Nederlands shirt van 88. Had dit het shirt van 2024 ja. van uh, België ja. kunnen zijn? Dus daar moet nog iets van magie in dat shirt. Uh, maar het kan nog shirt. altijd, hè? Want ze gaan, ze gaan gewoon door op plek 2. Uh, ze daarom tegen de Oekraïners. Uh, en als er één land in mijn hart niet uitschakeld mocht worden op deze manier. Dus met vier punten. Ja. Had het gekund dat de beste nummer, dat een beste nummer 3, ja, dat had gekund. Dat een beste nummer 3 slechter was dan een nummer 4. Het is toch gebeurd? Er zijn toch het beste nummer 3 ja, met drie, zijn... drie punten door? Want Oekraïne ja. heeft een vier. Ja, dat is waar. Dus zij hebben het eigenlijk beter gedaan dan landen <tog> door. Oekraïne, het land heeft zoveel verdriet. Dit ik, ook, ja. ik gok dat het wel een schreeuwcontrast contrast staat met wat er in wat er ja dat, is, maar dat zeker maar da des te meer dat je ze inderdaad uh, dat je ze inderdaad gunt ja. ik heb af en toe een beetje geschakeld met tussen uh, Slowakije, Roemenië en Oekraïne, België maar ik ja nou ja ik ik, ik, ik ben zo'n scorito edic uh, dat ik gewoon dan ook in één keer heel erg voor België ben omdat de Bruinen moet scoren ja maar ik um, ik vind het heel moeilijk ik heb wel wat wedstrijden van die landen gezien zoals Slowakije, Roemenië naar Oekraïne dat ik kan ze gewoon bijna niet uit elkaar houden, maar ook qua spel niet. Nee, nee, nee ze, ze zitten geen idee achter, zoals jij, zoals jij zo mooi zei. <laughs> nou, misschien maar, ze, ze, maar die, ik vind ze nog, ik vind ze beter voetballen, beter voetballen dan uh, dan België. Die Roemenen, eerst als ze tegen Oekraïne, waren, waren ze natuurlijk gewoon uh, ja. hartstikke sterk. Maar het, 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 ja, het spreekt niet tot de verbeelding bij mij. Nee, maar wie weet gaat dat gebeuren Pepijn, want er is 36% kans dat wij met Oranje tegen de Roemenen aantreden. En dan moeten wij zo waanzinnig hard gaan juichen voor de Tsjechen over een kwartiertje. Die moeten we ongelooflijk hard gaan aanmoedigen, want als die winnen van de Turken, dan spelen wij tegen Roemenië in de achtste finale en zullen wij roemloos onderuit gaan. Maar desalniettemin is het toch lekker. Nou, dit is, dan een, dan dit is voor mij een, 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 een heuse skoritos spagaat. Oké. Okay. Want ik heb de Turken laten winnen en ik sta tweede achter mijn schoonvader. <laughs> Speel je wel met meer dan twee of niet? Ja, ja, met de rest van de familie. Maar daar heb ik echt geen enkele concurrentie aan. <laughs> Mijn schoonvader neemt het serieus. Nee, maar ik denk dat de, nou ja, als ik de Engelsen heb zien spelen, Kat dan de denk, ik dat, denk ik dat we beter de Engelsen kunnen treffen dan de Roemenen. Heel goed. Hey, dit was slowakije roemenië Ik zat eerder vandaag een beetje onderzoek te doen en een beetje in te lezen. Uh, dit was de salonremise der salonremises, die vooraf aangekondigd werd, niet aangekondigd werd en uiteindelijk wel plaatsvond. Allebei 1-1. Dat betekent dat ze allebei 100% verzekerd waren. Ja, Doorgang, maar Slovei niet per se dat Roemenië de groep won. Dat was een verrassing. dat zeggen we nou? We zeggen volgens mij heel tijd Slovenië, maar het is natuurlijk Slowakije. Nee, slowakije roemenië ja, Slovakije. Ja, maar <laughs> dat bedoel ik. Dat bedoel ik nou. Nee, precies, Zo zijn die landen in je hoofd, maar. Um... Ik had het met Tim van de week over de salonremise... dat het eigenlijk een heel vet concept is. Maar het is nog vet als het dan gebeurt. Ja, ja. Ik had namelijk niet het idee dat Slowakije uh, vol... of tenminste niet vol gas aan het geven was. Ja, is dus of maar goed geacteerd of echt zo uitgepakt, denk je? Ja, dus perfect, het was perfect geacteerd. Ja. Maar dan maakt het alleen maar leuker dat het dan in één woord... en iedereen zegt, ja, wat salon salonremise. Dat dus die slow Slowaken denken, we hebben ons helemaal ja. uh, de pleuris gewerkt. We moeten vier dagen binnen. in een ijsbad herstellen. <laughs> Ja, wat goed zeg. Nou goed, deze groep is ook afgelopen. 36% kans dat Nederland tegen de Roemenen aantreedt in de achtste finale. En 64% kans volgens de, volgens de statistieken dat we tegen de Engelsen aantreden. We pijnlijk gaan het snel, zien. pijnlijk snel gaat die groepsfase ook weer voorbij. Hè? Ja, en dat morgen, dat, dat ongelooflijk gigantische zwarte gat, daar komen we niet zo meteen. <laughs> uh, en ook over de gebrekkige voetbaldag gaan we morgen. Uh, voor 9 uur wedstrijden, er zijn er twee. Gisteren met, Pepijn, of met de Pepijnen, met Sneiberg nog even over gehad. Uh, Georgië, Portugal en Tsjechië, Turkije. Selfie, Magneet, Ron Ronaldo op recordjacht tegen Georgië. Als hij scoort, is namelijk de oudste doelpuntmaker ooit op een Europees kampioenschap. Um, Goed voor Moscorito daarbij. Even. Ik wil het toch, toch even genoemd hebben. Ja, misschien luister je nog Cristiano. Uh, je weet wat je moet doen. Uh, hij vijf veldbestormers uh, vorige week. Op de training had ik ook al een keer gezien dat de training stilgelegd moest worden. En dat hij op een gegeven moment omringd werd door een soort een ring van stewards, die al die mensen als een soort menselijk schild wegduwde. Ik zat te denken, moet je hem niet gewoon tot. Tot aan zijn overlijden en misschien nog wel daarna meenemen naar EK's. Dus wel gewoon plek voor inruimen. Want hij neemt alle druk en alle aandacht van de rest van de spelers weg. Want het zijn Leuk. geweldige spelers daar op het veld. En niemand wil het zelf met iemand anders dan met Ronaldo. Dus dat lijkt mij een uitstekend idee. Maar mag je dan ook afspreken dat als, als, je belo als hij belooft geen bal te raken... dat hij dan wel op het veld mag staan? Als <laughs> het Ja, ja. ja. Gewoon een als soort een soort dood element als een veldbestormer afleider. Ja. Ja, nee, zo, het, hij ik staat vind het zo wel, als ik... een soort vogelverschrikker. Staat hij dan ergens op, de, <laughs> op, op, op zit hij op zo'n paal zo met allemaal stro uit zijn shirt en uit zijn broek en allemaal al die ventjes een op, van allemaal al die ventjes eromheen met zijn selfie uh, in hun hand. Ja, heel vet. Ik vind het ik, ik blijf me wel verbazen. Kijk, ik ben blij dat de supporters dicht op het veld zitten, want zeg maar sintelbaan en dat soort dingen eromheen of hele diepe uh, grachten. Dat dat uh, doet wel heel veel af aan de sfeer, maar het verbaast ja. me wel op zo'n groot toernooi met nou ja, helemaal als dan een Ronaldo op het veld staat, dat het zo makkelijk is om dat veld op te komen. Ja. En dat het, dus, dat het dus daardoor ook heel erg triggert om het vaker te doen. Ja, ik heb ooit wel eens in een stadion gezeten en dan had er hing een touw uh, met om de zoveel meter een steward die dat touw vasthield. Dat en ze het omhoog konden trekken. Ja, ja, precies. Maar ik dacht eerst, wat is dat nou voor zin? Want je springt er gewoon overheen. Maar toen, toen probeerde iemand het. En toen sprongen twee stewards op en trokken dat touw omhoog. En diegene werd gewoon bijna onthoofd. En die kukelde zo met een salto achter ik waarom, waarom hebben ze dat niet? Of zou dat te makkelijk zijn om weer te ontwijken? Nou, goed te weten. Dus het niet. zou wel goed zijn als er gewoon één keer eend onthoofd wordt. Een soort van... Ah. <laughs> Ja, ja. Dan, dan denk je wel twee keer na nou, voordat je dat veld opbrengt. Ja, want die waarschijnlijk. Nou, daar hebben we altijd nog Peppe, die kan je misschien onthoofden. Als je toch dat zou vet zijn, dat, dat Peppe gewoon bij elke wedstrijd staat om iemand te onthoofden als hij, als hij er doorheen gaat. We hebben, we hebben hij is 41. En hij speelt hij, ik, de ik, denk, van de ik, ik denk dat hij oprecht de beste verdediger van dit toernooi is, toch? Ja, Het scheelt. Het is echt. Moeten we echt wel eens. Ik vind het eigenlijk een verschrikkelijke voetballer. En als mens. Ja, nog maar, niet. Oordelen, de, maar maar, maar hij, wel. hij zit bij mij. Hij, hij is bij mij het punt voorbij. Dat zeg maar. Ja, ja, ja. De, de verschrikkelijkheid verliest het op dit moment van de kwaliteit. En van de, en, het respect. Het respect ja, wat ik ervoor heb. Ja, exact. Dus we moeten met z'n allen veel meer respect voor die man hebben. En dan, ik ben trouwens niet naar jou aan het zijn Voor de kijkers. Maar ik ben twee keer gestoken in mijn oor. Oh, dus ik, ik dacht <laughs> dat je als een soort. Uh, Gerry Eickhoff. Te hebben er weer. die we dan dat, een heel lang vertraging luisteren. Zo in Boedapest. Ergens bij Hele warme termen staat hij zo. Gerry, sorry, uh, sorry, ik hoor je niet. Uh, Tsjechië-Turkije, Gerry. Uh, de, 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 de volgende wedstrijd waarin jij dus in de Scorito-spagaat zit, moeten wij juichen voor de Tsjechen. Uh, iedereen verkneukelt zich op een onderlinge confrontatie tussen Oostenrijk en Turkije. Maar wij weten nu dus nu echt dat we voor de Tsjechen moeten juichen. En toch met pijn in het hart, Snijboon. Volgens Snijboon konden ze de vinketering krijgen uh, gisteren. En na, na, onze, na de uitschakeling van Oranje door de Tsjechen op het vorige EK. Maar ja, ik heb toch stiekem wel liever Roemenië pijn. Dus ik ga wel juichen voor de Tsjechen zo. Oké, okay, ja, nee, ik, ik, ik. Ja, ja, ja. Ik, ik, nou, dit is een persoonlijke spagaat waar ik nu in terecht kom. Stel je voor, je gaat van het negatieve uit. En we moeten eigenlijk met het huidige spel van het negatieve uitgaan. Ja. Door wie word je liever uitgeschakeld? Ja, ja door de Engelsen. Ja. ja, want ja. net als die uitschakeling tegen die Tsjechen, ja, dat zijn trauma's. Een uitschakeling tegen Engelsen, dan is het, ja, dat was geen top-EK. Is het wel, voetballand, wel de, poep, kan, je wel de ja, precies, daar, daar kan je van verliezen. Ja, precies, daar kan je van verliezen, ja. Maar nee, we gaan van het positieve uit, daarvoor zijn wij op aard, want wij houden niet ja. van de negatieve benadering van voetbal. Uh, we hopen op Roemenië en we gaan door. En ver door? Of dan stranden we in de kwartfinale? Nee, we gaan heel ver door, Gijs. Ja, ja, ja. Positief, positief blijven. Oké okay, Pepijn, dat is de dag van vandaag. Voordat we kort naar de dag van morgen gaan... dat is die voetballoze <laughs> verdomde donderdag 27 juni... gaan we eerst naar een EK-rubriek... zonder Europees kampioenschap voetbal. Want onze EK-rubriek in het midden van de aflevering staat voor Eredivisie Koorts. De mooiste competitie ter wereld, waar wij nog steeds ons hart hebben liggen. En ook het ontstaan van deze podcast. Um, uiteindelijk is gebeurd. Wij nemen altijd even één nieuwtje mee vanuit de Eredivisie. Pepijn, heb jij iets uh, gevonden vandaag? Ja, PwC heeft onderzoek gedaan naar de impact van voetbal in, uh, in Nederland. En de grootte van voetbal uh, in Nederland. En dan voornamelijk het binnenlandse, uh, binnenlandse voetbal. En daar hebben ze gekeken naar hoeveel mensen het volgen. Hoeveel uur per week dat gaat. Om welke uh, bedrag is het BBP, Er is gemoeid met. Uh, of wat het, 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 het Nederlandse economie oplevert. Ja. Um, hoeveel Nederlanders, denk je, dat actief uh, het betaald voetbal volgen? Ik ga voor de helft van het aantal luisteraars wat wij het wekelijk hebben, dus 9 miljoen. Ik vind het een hele, hele keurige inschatting. 9,7 miljoen. Oh, wat goed. En hoeveel tijd besteedt de uh, voetballiefhebber gemiddeld per week? Minimaal drie kwartier. Naar ons luisteren dan 20 minuten het Iredivisie Erfgoed Elftal. dan zit je al op een En dan uur. twee keer luisteren en dan nog een keer kijken op ja. Amazon. <laughs> ja, precies. Dus dan kom je toch wel één wedstrijdje kijken op drie, drie uur per week. Nee, je gaat je helemaal mis. 11,6 uur per week. Niet waar? Ja, dat gemiddelde wordt natuurlijk iets omhoog getrokken door Snijboon. Het landelijk gemiddelde. <laughs> ja, ja. <laughs> Voor de rest is het 11 uur. Landelijk is het 11 uur. Het is heel landelijk is het 12 minuten en Snijboon is het echt Maar Ik vind dat dus 28% van, van de vrije tijd van die 9,7 miljoen mensen gaat op aan voetbal. Wat waanzinnig? Dat is dat is echt krankzinnig. Dus kijken, ik, je ik, slaapt als het goed is acht uur maar deze mensen, waarschijnlijk niet, maar laten we ervan uitgaan. Dan heb je, dus, je werkt als het goed is acht uur bij deze mensen, niet, maar laten we er toch van uitgaan. Dat betekent dat je acht uur overhoudt. En daar een, daar een kwart, ruim een kwart, dus tweeënhalf uur. Dus dan hou je. je maar jij uur. gaat van werkweken uit en je hebt ook nog weekenden. Oh ja, ja jij, jij misschien niet, maar. Zeg maar <laughs> nee. Stervelingen. Wat, wat is dat? <laughs> oh, nou, dat ik vind het. Uh, en, en het levert de Nederlandse economie 2,8 miljard euro uh, op. Oké. Okay. Vind ik dan weer weinig voor de tijd die het kost. Ja, dat andere minimum, we. hebben de ring nog niet meegenomen, heb <laughs> nee. ik aan. Want dat valt laag uit. <laughs> ik zal het hoedje even opzetten. <laughs> ja, ja. 2,9 is het nu. <laughs> ja. uh, Oké, okay, heel goed. Ik heb, ik, de, ik heb nog even een, Vitesse, een dagelijkse Vitesse update. Want het schommelt van faillissement naar nooit meer bestaan, naar niks aan de hand. Um, maar ja, inmiddels voelt Su Suites zich een beetje als een student die echt niet meer bij kan lenen. Er is uh, genoeg geld voor de komende anderhalve maand om salaris en vaste lasten te kunnen betalen. En anderhalve op... een week. Anderhalve week? Ik geloof anderhalve week, ja. Is dat zo snel? Is dat zo snel <laughs> Wauw. Vanmiddag Jezus. was het nog anderhalf een maand. Ja, daarna is het op. Ja, dan, gaan ze, dan moeten ze misschien een faillissement aanvragen. Heb jij tips uit jouw studententijd? Hoe, 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 hoe leefde jij toen naar het moment dat de, de Stuffy, toen de tijd uh, nog. Ja, Vitesse, Vitesse moet gewoon even zijn vader bellen voor het geld. <laughs> Ja, de vader van Vitesse. <laughs> ik heb ook de titel van de uitzending. heb ik. Vitesse, Vitesse moet nog even, even, even zijn vader bellen. Ja, heel goed. Nee, ik, uh, maak me, ik maak me wel zorgen. Maar ik maak me ook weer geen zorgen. Ik denk van ja, als je dan zo'n club gaat, die Frank, als die zo'n club gaat kopen, dan neem ik aan dat je dan dit, dit gaat natuurlijk, wat ze nu nog nodig hebben, tot een soort van de doorstart of hoe het gaat heten. Ja, dat precies. gaat natuurlijk. Dat gaat natuurlijk niet om het grootste bedrag. Nee. nee ik had gisteren met snijbo ook over. In mijn hoofd kunnen ze nog steeds niet ophouden met bestaan. Dus ik, ik hou me er ook maar echt aan vast dat dat ook gewoon niet gaat gebeuren. Dus dat ze uiteindelijk nog gered gaan worden. En ik denk, als een algemeen directeur zoiets naar buiten brengt, is het wel aan de ene kant paniek. En aan de andere kant, als je al weet dat je het niet gaat redden, ga je dat niet zo naar buiten nee, brengen. Nee, precies. Dus een beetje, we hebben de volste vertrouwen in de trainer en die dan een dag laten <laughs> ontstaan. Dus het is dan altijd het omgekeerde. Ja. Oké, ja, heel goed. Oké, okay. nou, dat, dat was de is course Dan gaan we heel kort uh, even door naar donderdag 27 juni. Want donderdag 27 juni is voor het eerst in 13 dagen geen Europees kampioenschap voetbal op de televisie. Wat ga je met je avonden doen? Ik heb nog geen idee. Wat ga je met je dagen doen? Ook geen idee. Ja, hoe kunnen we dit, 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 dit zwarte gat, dit, dit 48-uur-durende zwarte gat, want ook die vrijdag, spoiler alert: trigger warning, is er, is er geen voetbal? Hoe gaan we dat in godsnaam opvullen? Ja, ik ga in ieder geval na de 9-uur-wedstrijd even een keertje naar beneden deze week. Dan ga ik ja. even kijken bij mijn dochtertje. Ja, die, mijn vriendin, die, die, uh... die kan inmiddels rekenen en lezen. <laughs> ik weet niet of ze nog thuis woont. <laughs> ik geef mijn vriendin groeten. Naar deze reis die ik heb gemaakt op Zolder. Maar ja. uh, het voelt gek, hè? Maar ik vind ook altijd. Uh, nou, hiervoor heb ik uh, actief Roland Garros ook gevolgd. Dat zeg maar, die eerste rondes zijn eigenlijk zoveel leuk. Omdat dan ja. gewoon de hele dag het constante gevoel ja. leeft. En op een gegeven ja. moment moet je inderdaad. Ga je dagen overslaan. Ja. En, en, en dan appt dat. Dat, dat moment appt een beetje weg. Ja. Dus ik. Um, ik ga er niet van genieten, denk ik. Maar misschien is het ook wel weer even goed. Laat ik ja, het zo weer positief formuleren. Nee, ja. En wij zijn er gewoon morgen. Want morgen zit ik hier met Tim... Waar we het over gaan hebben, uh, maak ik me zorgen om. Dat we 25 minuten vol gaan lullen, maak ik me geen zorgen om. Maar ook dus weer wel. Wat er wat te gezegd nee, als, als, als Tim geen strakke kaders heeft, kan het wel eens uh, nee, niet uitgezonden kut mogen worden. Dan kan je zomaar de twee minuten audio op Spotify hebben. En voor de rest hebben we alles eruit moeten knippen. Maar goed, we gaan het zien. Morgen zijn we er gewoon weer. Donderdag 27 juni zit ik hier samen met Tim Pepijn. Ik dank jou voor je aanwezigheid. Veel succes met de weg naar beneden vinden. En doe de groet aan iedereen daar thuis. Als ze er nog zijn. Kijkers en luisteraars. Hopelijk ondanks het gebrek aan voetbal. Toch tot morgen. De groeten. Dag.